In Amsterdam staat een heel mooi grachtenhuis. Hier woont de deftige muis Snuit. Vandaag is een speciale dag, want zijn neef Snor komt bij hem logeren. Kijk, daar zal je Snor hebben. Wat een grote huizen. Woont oom Snuit ook in zo'n groot huis? Oh ja, hier moet het zijn. Welkom, neef Snor, in dit prachtige grachtenhuis. Wat leuk dat je bij mij komt logeren. Ja, ik wilde het huis graag eens zien. Mijn moeder heeft er al veel over verteld. Gezellig. Zullen we maar eerst iets drinken in de keuken? Snor en Snuit lopen samen naar de keuken toe om iets te drinken. Maar oom Snuit, u heeft ook zo'n lange staart als ik. Dat komt omdat je bij de lange staartenfamilie hoort. Wij hebben allemaal een lange staart. Oom Snuit, waar is de koelkast? En de magnetron? En hoe krijg ik water uit deze kraan? Hij heeft geen draaiknop. Geen paniek, neef Snor. Het grachtenhuis is nu een museum, waar allemaal spullen van vroeger te zien zijn. Het water pak je uit de kraan met de pomp. Oh, wat handig dat die emmer eronder staat. Heel handig. Kom, dan laat ik je de danskamer zien. Die emmer zou mijn moeder wel kunnen gebruiken. Snor en Snuit gaan naar de danskamer toe. Maar wacht eens, wat heeft Snor met die emmer gedaan? Wat een lange en hoge gang. En al die deuren. Waar moet ik naartoe? Kijk, daar is de staart van oom Snuit. Dan moet ik die kant op. Is dit een balzaal? Waar zijn alle lichten? En de muziek, net zoals in de disco. Disco? Wat is een disco? Dat is een plek met muziek, waar mensen dansen. Als dit een disco was geweest, dan was er ook een discobal en muziek. Dansen maar! Maar oom Snuit, hoe zag dat dansen er vroeger uit? Vroeger was dit een plek waar mensen sierlijk dansten op klassieke muziek. Wauw, ik wil er net zo uitzien als vroeger. En op dezelfde manier dansen. Dat kan. Ik heb deze strik die je wel even kan lenen. Dan leggen we hem straks weer terug. Poeh, we hebben wel veel gedanst. Kom, dan gaan we een spelletje doen. Leg de strik maar terug. Dit is een mooie strik. Ik wil hem graag aan mijn moeder laten zien. Dan ziet ze dat ik ook een deftig muisje ben. Joepie, een spelletje spelen. Ik wil graag op de tablet. Tablet? Tablet? Wat is dat? Die hebben we hier niet in het grachtenhuis, hoor. Maar, wat moet ik dan doen? Nou, we kunnen een spelletje van vroeger spelen. Vroeger speelden ze spelletjes op de speeltafel. De ene keer met een kaartspel, de andere keer met dobbelstenen. Ik word al best moe, zeg. Het is ook al erg laat. Tijd om naar bed te gaan. Kom je mee? Dat spelletje was best wel leuk. Dat wil ik wel graag aan mijn vriendjes laten zien. Wat is dat nu? Oh, ik ben vergeten mijn tanden te poetsen. Nee, dat is geen tandenborstel, Snor. Dat is een haarborstel. Vroeger gebruikten ze deze om haren te kammen. Eigenlijk net zoals nu. Maar hij ziet er wel mooi uit, hè? Deze borstel is zo zacht. Hij kriebelt lekker. Deze wil ik wel mee naar huis nemen. Maar Snor, wat hangt er allemaal aan je staart? Die spullen horen in het museum. Maar, ik wilde deze spullen graag thuis laten zien. Dat snap ik, Snor. Het zijn ook bijzondere spulletjes. Maar als ze in het museum liggen, dan kan iedereen ze zien. Zullen we ze later terugbrengen? Jullie helpen ons toch wel mee, hè? Tot later! Wat een werk, zeg. Al die spulletjes terugleggen. Maar wat fijn dat jullie komen helpen.